vertellen. Het trouwen is eindelijk vertrokken. En in de auto bij een taxichauffeur. Goedenavond en welkom terug bij het 10 minuten jeugdjournaal. Got Talent is er na 5 jaar afwezigheid weer. Het zijn spannende tijden voor de groepen die meedoen, maar ook voor de organisatie. Tijdens de liveshows gebeurt er achter de schermen veel, waar de toeschouwers misschien weinig van merken. Wij mochten gisteren een kijkje nemen. Zoals jullie weten is Got Talent na een lange tijd weer terug. Daarom zijn we vandaag hier om te kijken hoe het eraan toe gaat. We hebben er heel veel zin in. Let's do this. Let's go! Heb je faalangst? Dus ben je bang voor verliezen, zeg maar? Heb je faalangst? We gaan altijd voor het beste. Dus jij wil nooit verliezen, maar... Als je eenmaal hebt verloren, is het goed dat je zegt van ah, ik heb mijn best gedaan. Dan liever, ik kon dat doen om te winnen. Wat zijn je talenten eigenlijk? Mijn talenten zijn, misschien moet ik zeggen dat ik van alles een beetje kan. Een beetje drama, een beetje dans en ook zang. Dat is eigenlijk like, mijn hoofdtalent, maar ja, dat zit zo een beetje. Oké, dankjewel en succes voor straks. Dankjewel. Jamal, voor welke school heb jij een boodschap? Nou, voor alle scholen heb ik een boodschap. Oké, en wat is die boodschap dan? Nou, let the best school win. Oké. Ja. Dankjewel, Jamal. Succes voor straks. Dank u. En hopelijk worden jullie een van de winnaars. Zeker. Jamal, hoe vond jij het? Ik vond het fantastisch top. Ik heb laten zien waarvoor ik getraind heb. Dus ja, alles op zijn plek. Hoe vond jij je optreden of hoe vond je je groep? We hebben het gedaan zoals we hebben geoefend en zoals verwacht. En we hebben ons uiterste best gedaan, dus we vonden het goed. Dames en heren. Vanavond gaan wij afscheid moeten nemen van deze twee scholen, VWO4 en HVO1. Met een hartelijk applaus. Bahama's zwaar getroffen door orkaan Dorian en hektrawlers eindelijk uit Surinaamse wateren. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Het bedrijf dat de boten heeft laten komen naar Suriname, Ross Fisheries, kreeg geen vergunningen omdat de boten niet voldoen aan wat in de visserijwet gevraagd wordt van vissersboten. Het bedrijf begon toen met een rechtszaak tegen het ministerie van LVV, maar verloor die ook. Hektrawlers, zoals deze boten ook genoemd worden, hebben een slechte reputatie. In verschillende delen van de wereld hebben deze boten veel schade aangericht aan het milieu. Ze gebruiken vaak zware netten die over de bodem van de zee slepen, wat veel schade veroorzaakt. Deze boten vangen ook veel vis dat ze zelf niet willen of kunnen verwerken. De vis die ze vangen wordt op de boot direct schoongemaakt, verpakt en ingevroren en ze werken 1x24 uur door. De orkaan Dorian heeft delen van de Bahama's, een groep eilanden, zwaar beschadigd de afgelopen 2 dagen.
Dorian ging in 2 dagen over het eiland met windsnelheden van bijna 250 km per uur. Met de orkaan kwamen er ook veel regen en vloedgolven. Dit alles samen heeft gezorgd voor verwoesting van huizen en andere gebouwen. Het aantal doden is vandaag gestegen tot 9. De regering van de Bahama's vreest dat het aantal nog zal oplopen omdat vandaag pas de zoektocht naar vermiste mensen goed gaat beginnen. Dorian is een beetje in kracht afgenomen en trekt nu richting Florida in de VS. Daar moesten 1 miljoen inwoners hun huizen verlaten. We zitten nu in het orkaanseizoen van het Caribisch gebied en Noord-Amerika. Dit seizoen loopt elk jaar van 1 juni tot en met 30 november. De orkanen ontstaan door warme lucht die komt van Afrika en die in contact komt met de Atlantische Oceaan. Door de warmte en de vochtigheid van de zee ontstaan ronddraaiende winden met een diameter van soms wel 1000 kilometer. Deze orkanen kunnen boven de zee heel groot en erg krachtig worden. Dorian was een categorie 5 orkaan, de krachtigste soort die er is. Heel lang waren het enkel en alleen mannen die werkten als taxichauffeur. Maar dat is aan het veranderen, omdat er steeds meer vrouwen voor dit werk kiezen. We reden vandaag mee met mevrouw Marjorie, een taxichauffeur. Goedemorgen. Goedemorgen. Mag ik een wagen aan de Herenstraat 24 voor het jeugdjournaal? Oké, okay, voor hij komt eraan, hè? De gedachte dat leeft bij een samenleving dat een taxichauffeur eigenlijk gewoon een hustler is. Wat heeft u daarop te zeggen? Nou, ik zeg één ding. Laat me dat zeggen tegen ieder. Dat ze niet moeten neerkijken op dit werk. Ja. Dit werk is een heel goed werk. Alleen moet je van houden. Ik ben in de dagshift. En de dagshift begint 6-7. Ja. Maar als ik wakker ben, ik ben 3 uur in de ochtend wakker. Ik fris me gelijk op en 3:30 ben ik al op straat. 3:30 in de ochtend rijd ik al. Wow. En ieder vraagt, maar vind je wel klanten tegen die tijd? Ik zeg, jawel. Je hebt toch mensen die werken. Ze moeten naar huis of ze moeten naar het werk. Of uitgangsleven. Dus je hebt mensen tegen die tijd. Overstraat neem ik eigenlijk bijna geen ritten. Hmm. Ik heb van de centrale ritten, dus als ik in de nacht zou zijn, dan heb ik gewoon ritten van de centrale. Yeah. En dan weet men ook wat men geeft. Men weet ook op mijn bij, als het geschikt is voor jou als vrouw. Dus zo gaat het ook. Hè. Okay. Men stuurt je niet pas boom gewoon op, nee. Bepaalde straten gaan we kijken, oh nee, Krommelingsstraat, nee, ik stuur haar niet. Hmm. Ik stuur die. Weet je, dus zo gaat het ook. Oké. Maar dan moet ze iemand sterk sturen. Misschien ben ik niet sterk genoeg. Waarom heeft u gekozen voor dit werk? Nou, het is iets dat ik er iets lang wilde. Mm-hmm. Ik vind het gewoon leuk. Ik vind het leuk om te doen. Oké. En hoe lang doet u het al? Intussen, eigenlijk op een paar maanden na, is het 3 jaar. Oh, wow. Ja. Nou, leuke dingen. Ik denk niet dat ik ze nog heb meegemaakt. Het feit is, kijk, de feestdagen bijvoorbeeld. Yeah. Ik feest niet. Mijn werk brengt me overal. Klopt. Weet je, dus daarvan geniet ik eigenlijk ook. Dat is mijn uitgangsleven. Dus werk en genieten. Ik heb nog niets naast meegemaakt. Of laat me het zo zeggen, ik denk er niet aan. Het is positief denken elke keer weer. En gewaagd is het wel, maar ik heb zoiets van, ik werk met gevoel. Als ik het niet vertrouw, dan houd het op. Ik reageer in de auto, ja, maar bepaalde willen versieren. Ja, ik ga mee met de flow, je weet toch. Je moet het goed weten aan te pakken, niet dat je erin trapt, maar je gaat gewoon babbelen en je weet toch. Want sowieso, je bent vrouw. Oké, dat is ook zo bij de man, hoor.
Want de man als chauffeur en de vrouw als klant, geloof me, dat gebeurt ook. Weet je, dus het is hetzelfde. Jij moet weten hoe je dat allemaal aanpakt. Dank je wel voor het leuke gesprek en heel veel succes met je baan. Dank je wel. En jij ook. Dank je wel. En een fijne dag voor jullie. Zelfde voor u. Oké. Dat was het weer voor vanavond. Ik hoop jullie morgen weer terug te zien. Doei!